Deze Remco Evenepoel bezorgt ons zoveel plezier. Een laagstenen muurtje als boosdoener en een val in het metersdiep ravijn met een bekkenbreuk als gevolg. De Muro di Sormano maakt wel vaker slachtoffers, maar dan toch meestal bergop. Nu was daar het hallucinant, angstaanjagende beeld van Remco Evenepoel. Het grootste talent dat op een fiets rondrijdt. Machteloos als aangereden wild in het dorre struikgewas. Wat waren onze zuidenburen geschrokken. Hun Remco Evenemerks bleek toch gewoon een mens van vlees, bloed en breekbare botten. Debuterend twintiger van het Vlaamse platteland die binnen een paar jaar Giro, Vuelta en Tour moest winnen. En de frustratie van een natie, immers al bijna een halve eeuw zonder grote rondewinst, kon wegpoetsen. Waren al die wielerfandromen door een doodsmak nu al bedorven? Maar Evenepoel is een Flandrien. Van vlees, bloed en gelukkig goed helende botten. Binnen 2 maanden alweer buiten op de fiets. Het was prachtig om te zien. Die jeugdige bravoure, de glimlach nog even breed en de ogen weer vol glans. De wielerfans rekenen zich alweer rijk, maar zo'n doodsmak doet wat met je. Lichamelijk en geestelijk. Evenepoel moest eerst weer wielrenner worden, maar zich vooral zo voelen. Dat hij bij zijn terugkeer in het peloton tijdens de Giro d'Italia zonder koerskilometers al meteen de favoriete rol kreeg opgeplakt, was eigenlijk onmenselijk. Een sportieve druk van landsbelang, waar de jonge prof zelf ook in ging geloven, deden zijn ambities al na 1,5 week kraken. Uiteindelijk reed Evenepoel de ronde niet eens uit en verdween hij als een dief in de nacht richting het thuisland. Ik hoop dat hij daar de rust en kalmte vindt om weer echt coureur te worden. Remco, zet even de social media pauze, spreek niet met journalisten en lees geen kranten. Kom tot jezelf en laat je geen onrealistische druk meer opleggen. En als je er niet uitkomt, bel dan even met Tom Dumoulin. Want die kan je nog wel wat, laat ze er lekker allemaal inzakken, tips geven. Even de poel, zet de poel, klaar zijn hand. Red iedereen naar huis.